Zo lekker. Rainbow Sound. Yeah! Hallo, good morning. We zijn even aan het ontbijten en het is woensdag, dus we beginnen de dag met een... Mik wel in het zwembad dan. Yay! Ah, oh, mijn neurtje. Oh, wat een biertje. Het is nou Dame Paradise. Zullen we klef overkomen elke keer zo? Ja. Welkom in deze vlog van de woensdag. Wat gaan we doen vandaag? Nou, we zijn nu aan het ontbijten. We gaan straks naar de echte kleine hippiemarkt. Niet naar de grote massale, maar naar een leuk hippiemarkt. Dat is dus op woensdag. Gaan we gewoon even kijken. En dan gaan we naar een leuk cafeetje. Een healthy place. Passion Café. En dan gaan we weer terug naar huis. En dan ga ik uitrusten en uitrusten en uitrusten. En een beetje werken. Want. Vanavond gaan we naar Armin. Ja. See you later op de markt. Oké, we hebben geparkeerd bij de markt. Het heet de hippie market Punta Arabi. Punta Arabi. Dus ja, we gaan het zien. Wat leuk, allemaal babykleertjes. Maar we weten nog niet wat het wordt. Deze. Ah, oh, wat schattig. Wat is dit dan? Kijk die dan, die grote. Nieuwe apart. Zo groeien ze volgens mij, die dingen. Sorry. Twee jurkjes. Twee leuke jurkjes. Heb je ook een leuke plek voor de kids? Te spelen met de kindjes. Leuk. Kids area. Ja. Leuk voor je Jola volgende keer. Moeder zei ook al, hè? Lijkt eerder uit die pizza. Dit zijn ook broeken, of niet? Rokken. Eentje. Ja. Oh, Bart. Gelukkig hebben we een wasmachine. Kom, we gaan snel weg. Bart heeft een heel lekker ijsje. Ja, heel lekker ijsje. Ja, ja. En ik mag geen ijs. We kunnen uitgang niet vinden. Beetje hysterisch. Zo, we zijn weer onderweg naar het Passion Café. En ik heb twee jurkjes gekocht. Deze. Ja, je kan het niet echt goed zien. Maar jullie willen altijd heel graag weten wat ik heb gekocht. Dus bij deze. Shoplog in de auto. En dit is ook... Oh nee, dit is een tasje. Dit is ook een jurkje. Het zijn gewoon van die lekkere losse jurkjes die je dan op maat maakt met een lint. Heel handig. Alleen alsnog zijn ze een beetje te klein, want mijn kont komt er onderuit. Daar kwam ik net achter. Ik deed even... Bijna. Ja, ik deed er even snel eentje aan. Want ik wilde hem eigenlijk meteen aan hebben. Maar ja, dat durf ik niet, want ik heb geen spiegel nu bij de auto. En dan ben ik bang dat ik een beetje verschut loop. Dus nog even niet. En ik heb een hele leuke broek. Gekocht. Wilde ik al een hele tijd zo'n beetje zo'n wijde broek. Met zo'n ribbel erin. Kennen jullie misschien wel. Heel leuk. Gaan jullie nog zien hoe het staat. En jullie gaan ook nog zien wat ik nog meer heb gekocht. Want dat zijn namelijk de cadeautjes voor Jola. Dus dat zien jullie wel wanneer wij weer terug zijn. En alles aan Jola gaan geven. Jola gaat in ieder geval heel erg leuk vinden. Het is een heel leuk kettingje met haar naam. En een leuk armbandje van leer. Heel leuk. Okay.
Dit ziet er echt super lekker uit. Tada, kijk eens wat Bart heeft, jongens. Ik kan niet wachten. Zo lekker. Bart heeft aardbeiensaus over ze. Hoe heet het die ook weer die jij hebt besteld? Rainbow salad. Rainbow salad. Oh. Heerlijk. We lopen nu in de nieuwe haven. Dat is trouwens ook waar we net hebben gegeten. En kijk, daar heb je dus alle boten. En Leo. Ja, daarachter heb je Leo. We zijn wel heel vaak geweest eigenlijk. Dat is een soort, daar kun je eten. Een soort dinnershow. Met echt een geweldig mooie show. We hebben daar trouwens nog nooit gegeten hoor, want dat is echt onbetaalbaar. Ongeveer 300 euro per persoon. Ja, zoiets. Gelukkig was het mogelijk voor ons een paar keer om via binnen te komen en dan alleen wat te drinken. Dus, maar we gaan nu even naar Daan en Lin, die zitten op een strandje hier in de buurt. Talamanca. Talamanca. Nee, weet ik. Pizza! Maar dat is gunstig toch? Dat is heel gunstig. Zo, we gaan even bijkomen. Peace out. Even een power nap. Oh, weer niet beschikbaar. Ik ga er wel af. Ik ga wel van internet af. Probeer een blogpost te maken even snel voor iets. Maar het wil niet lukken met deze trage wifi hier. Dus, maar goed, zodra dit klaar is, ga ik even uitrusten. Even nog een paar 1 à 2 uurtjes slapen. 1 uurtje denk ik. Het is nu 8:30. En dan klaarmaken voor Armin. Maar nu nog even uitrusten. Zo, daar zitten we dan in de auto onderweg naar, jawel, jawel, Armin en Buren. En dat komt vooral omdat Bart en zijn compagnon Daan daar gewoon mega vette fan van zijn. En Daan die had geregeld via kennissen dat we VIP-kaartjes kregen. Super leuk en gratis. Dan zat ik natuurlijk een beetje met het geluid waar ik mij druk om maak vanwege die baby die dat misschien niet zo prettig vindt. Want de verloskundige had inderdaad gezegd, de baby wordt er niet zo blij van. Eigenlijk kon ze er niet zo heel veel meer over vertellen. Wat ik wel heel erg jammer vind. Want nu ga ik mij eigenlijk best wel zorgen maken. Er is ook helemaal geen onderzoek naar gedaan nog, hè? Tenminste, wat we hebben kunnen vinden. Nee, het enige wat wij zelf kunnen vinden erover is dus dat de oortjes zich pas ontwikkelen na de 13e, 12e week. Dus dat dat nu eigenlijk nog niet het geval is. Dus daar kan het sowieso geen schade voor zijn. Maar dat de baarmoeder een aantal, maar iets van 5 decibel dempt. En dat dat dus niet zo prettig kan zijn voor de baby. Nou, dus, maar goed. We zitten niet bij de box in de buurt. Nee, en zodra ik me er niet goed bij voel of wat dan ook, dan gaan we meteen weer weg. Dus ja, dan weten jullie hoe ik er tegenover sta en waarom ik toch nog eventjes ben gegaan. En ik hou zelf heel erg van muziek. Bij Yola heb ik ook nog tot zeker 3-4 maanden ben ik regelmatig aan het dansen geweest, waarbij er ook veel harde muziek is. Ja, het is misschien een beetje krom om te zeggen, zij heeft ook nergens last van, want ja, elk kindje is natuurlijk anders, maar ja, moeilijk. We houden er gewoon rekening mee, zoveel als we kunnen. Ja, en dan kan je wel zeggen, dan moet je helemaal niet gaan, maar dan zit ik alleen in de villa, die ik ook heel eng vind. Nee, dan was ik wel bij je gebleven, schat. En dan is het ook gevaarlijk voor het kind, want dan heb ik daar weer heel veel stress van. En dat is ook niet goed. Ja, precies. Zo kan je... Er valt altijd wel iets te... Er is altijd wel iets wat niet goed is, denk ik. Precies. Hoe erg je ook rekening houdt met alles. Zo
zijn altijd wel mensen ook die vinden dat, dat je iets niet of wel moet doen. Maar... Ja. Cause you and I live day by day. As time goes by, it's the price we pay. Just close your eyes and we will rise at the speed of sound. We're daar gaan we dan. Toch nog best laat geworden en ik moet rijden, want Bart heeft gedronken. My god, dat wordt wat hier door het gebergte. Ik vind het echt een beetje spannend. Maar goed, anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog van deze dag. Het is allemaal goed gegaan hoor. Ik ben bijna niet in de harde muziek geweest, dus het viel heel erg mee. En vanaf morgen gaan we lekker weer chillen. Tot morgen in een nieuwe vlog in Ibiza. Doei doei! Waar blijft die dronken Bart? Did it, ik ben veilig thuis. En het is volle maan. Hey, man, come on.